Hallo lieve stier. Welkom bij jullie maandreading van mei 2024. Vandaag gaan we kijken wat er de komende periode naar voren mag komen. Uh, wel zijn het uh, en blijven het gewoon tijdloze berichten. Dus mocht je deze video op een heel ander moment zien, weet dan dat het in alle tijden wel ergens in deze reading een boodschap voor jou. Ja, verborgen zet uh, nu kan het ook zo zijn dat de reading van de stier en jouw zonteken bijvoorbeeld niet helemaal bij je aansluit. Kijk dan even naar je maanteken, venusteken, ascendant of noodelijke maanknoop. Dit kun jij uh, ontdekken welke tekens bij jou horen door middel van een geboortehoroscoop uit te rekenen. Maar goed, er liggen al kaarten op tafel. Dit heb ik bewust gedaan. Ik heb vooraf gemediteerd en al kaarten geshuffeld. Zodat ik op beeld wat meer tijd overhoud om voor jullie de reading te doen. We gaan gewoon maar eens even kijken vandaag wat er naar voren gaat komen. En wat er aan helderheid um, ter beschikking komt voor jullie. We hebben She-Wolf Unleash the Wild Within. Kijk eens, een krachtige kaart. Met een maanenergie natuurlijk. Nu is het ook de afgelopen periode natuurlijk de nieuwe maan en de volle maan eclips geweest. Uh, dat is een periode van ongeveer zes maanden, waardoor je dus heel veel intensiteit kunt voelen. Ook is het zo dat er in de Schumann-resonantie best wel wat pieken zijn geweest. Flinke uitschieters waardoor je heel veel ascensieklachten hebt kunnen ervaren. En ze zijn nog niet voorbij, hè? dus we hebben nog momenten dat het weer gaat pieken. Uh, dit zijn allemaal aspecten door een bepaalde groeiperiode um, en een transformatie in jouzelf: dat je dit ook meer gaat voelen of ervaren in jouw lichaam, omdat jouw trillingsenergie ook aan het veranderen is. We hebben de Traveller Move in a New Direction. Dus richting, of ja, die vernieuwingen, hè? die nieuwe richting bepalen. Um, we zien hier natuurlijk ook dat die vrouw al, ja, toch wel al de goede kant uit aan het lopen is, maar toch nog in het nu staat. Hè? Dus jou aankijkt. Dus niet in de, met het verleden bezig is, niet met wat er allemaal nog gaat komen. Nee, in het nu. En dat is dus, ondanks dat je aan het verschuiven bent, ben je wel in het nu aanwezig. We krijgen daarbij de Thinking Man. Kaart 46 maakt 10. 10 is natuurlijk voor die voltooiing. Voelt voor mij ook wel dat er een bepaalde, um, uh, als jij je eigen verder uitgaat, lijnen met jouw. Um, ja, we, we hebben onze aardester, we hebben onze zielenster. Uh, aardester is uh, een chakra die dus buiten jouw lichaam is. Um, en jouw zielenster is boven jouw hoofd. En het voelt voor mij dat je bepaalde kristallenboodschappen door gaat krijgen, bepaalde ja, zuiveringen, uh, aha-momentjes, kan in meerdere vormen komen. Nu kan het zijn dat je daardoor meer in je hoofd gaat zitten, omdat je het gevoel hebt van, huh, hoe kan dat nou... Uh, is dit wel waar wat ik doorkrijg? Het klinkt allemaal een beetje ver van mijn bedshow misschien. Maar lieve ziel, als er iets doorkomt, ten tijde van dat je misschien lekker in het bos aan het wandelen bent. Of tijdens jouw dromen of uh, meditatie. En je krijgt boodschappen door gechanneld, schrijf dit op. Al is het op dit moment misschien nog niet helder wat het voor jou kan betekenen. Dit gaat wel helder worden in de komende periode. En we krijgen een nieuw perspectief. Soms is het nodig om afstand te nemen van een situatie. Waardoor je nieuwe inzichten tot je kunnen komen. En dit is dus wat er gaat gebeuren. Jij gaat shiften in jouw energiestroom. Jij krijgt boodschappen door um, waar je misschien nog geen zicht op hebt. Als je dit even van je af gaat zetten. En het bijvoorbeeld het opschrijft en het even ja, weglegt. De inzichten gaan komen. De nieuwe inzichten. Puzzelstukjes gaan gelegd worden. En dat is dus wat hier nu tot stand aan het komen is. Je bent je eigen aan het, ja, eigenlijk aan het herontdekken, want jouw ziel is al meerdere keren ontdekt in vorige levens. Alleen in dit leven ben je je aan het ja, leren kennen, jouw ziel aan het volgen, jou, jouw boodschappen aan het volgen. En vanuit daar ben je een nieuwe richting in aan het zetten. En of je nou als man of vrouw aan het kijken bent, dat maakt niks uit, want dit is een reading wat gewoon voor het collectief geldt. Nieuwe richtingen dus, nieuwe perspectieven, nieuwe inzichten. Dus er gaat iets veranderen voor jullie, lieve stier. Maar we gaan dus even verder erop in. We pakken de tarot er nog even bij. Oh. Ze vliegen er al uit. Kijk, het is heel mooi. De hoge priesteres komt erbij. Oh, en de koningin van bekers. Eh, onderkant dek ligt de koning van bekers. Dus jouw yin-yang-energie gaat in balans komen. Dus het aardse stukje in combinatie met het spirituele stukje... zul je merken dat er steeds meer inzichten gaan komen... hoe je dit allemaal in balans kunt krijgen. Maar ook behouden, hè. En vooral die balans krijg je de paasje van munten erbij. Dus des, je bent aan het leren op dit nieuwe pad. Maar dat zorgt er ook voor dat jij kunt groeien naar de koningin van munten. Dus ondanks jouw kennis die je nog niet helemaal uitgestippeld hebt op dit nieuwe stukje pad. Ga je dit wel verder leren. En kun je dus eigenlijk van um, de student naar een docentniveau uh, groeien. Waarbij je een bepaalde stabiliteit hoog kunt houden. Waarbij jij makkelijker. De juiste stappen kunt zetten omdat jij heel snel intuïtief voelt: van oké, okay, dit voelt goed aan of dit voelt niet goed aan. En hier ga jij hele grote stappen in maken de komende periode. En daar heeft ook het eclipseizoen mee te maken, dus ja, de vooruitgang is in een hele positieve zin. We krijgen de koning van zware bovenop of in ieder geval ernaast. Dus je behoudt ook de moed hè? en het vertrouwen dat het juist naar je toe gaat komen. Voelt voor mij ook wel dat je um, iemand zou kunnen gaan ontmoeten in een, in een vlak van uh, studeervormen. Uh, ja, Vooral omdat we ook de paasje van zwaarden erbij krijgen. Jij bent naar een bepaalde. Um, periode in jouw leven gaan shiften, ontwaken, hoe jij het ook wil noemen. En daarbij heb je best wel wat diepgang gekend, je hebt pijnstukken doorleefd en nu sta je op een nieuwe tweesprong. En die tweesprong heeft ermee te maken, leer ik ook om um, mensen om hulp te vragen, leer ik ook om mensen die hulp aanbieden in het juiste segment, om dit ook ja, er iets mee te kunnen doen. En vooral in het juiste segment bedoel ik daarmee niet de mensen die bemoeizuchtig willen zijn, maar echt mensen die vanuit oprechtheid en eerlijkheid, vanuit hun hart. Iets over probeert te brengen en daarom zeg ik ook meer in, het, in een studerende vorm. Dit kan door middel van een cursus zijn of een, een lezing waar je bij woont of wat dan ook. En dan zul je ook merken: van oké, okay, kijk, deze persoon um, zal meer ook een beetje zijn of haar eigen levenservaring gaan delen met je, waardoor je inzichten gaat krijgen. Oké, okay, dus wat jij voor elkaar hebt gekregen, kan ik in principe in mijn leven ook voor elkaar krijgen. Um, maar daar is wel wat nodig, uh, ja, ja, eigenlijk energie voor nodig om dat er ook te gaan verwezenlijken. En dat stukje verwezenlijken, dat um, is dichterbij als dat jij zelf misschien ervaart. En dat komt omdat onderkantdek ook de aas van zwaarde heb. Pijn en verdriet ben jij al een heel eind doorheen. En dat wil niet zeggen dat dan alles uitgezuiverd is wat op jouw hartchakra in Negativiteit vast is gezet? Absoluut niet. Want. Uh, ik heb al eerder uitgelegd. Hè, als jij um, een verhuiswagen vol hebt met dozen. en in de laatste doos zit nog een heel erg belangrijk pijnstuk. om te doorvoelen. maar er staan nog heel veel dozen voor. dan begin je met de eerste rij om deze te legen. en als die dozen weg zijn uit die vrachtwagen. dan pak je weer de volgende rij dozen. en zo ga jij eigenlijk door het leven heen. met het uitzuiveren. Dus het. Ik zeg absoluut niet van oké, okay, jij hebt dit allemaal uitgezuiverd. Nee, die eerste rij of die tweede rij waar je op dit moment in zit qua uitzuivering, daar heb jij iets gecreëerd en door, doorheen gekomen. En doordat jij dit nu hebt doorlopen, we krijgen hier ook de koning van munten. En zojuist hadden we net natuurlijk ook al de koningin van munten. Dit is een teken dat je op een positie aan het komen bent in jouw leven, waarbij jij met gemak. Een bepaalde stabiliteit vorm kunt geven, waar je met een gemak ook je union in jouzelf kunt creëren. Dit ook vorm kunt gaan geven in de buitenwereld en vanuit daar ook het pad omhoog kunt wandelen. En het wil niet zeggen dat je dan nooit een keer het pad weer omlaag zult nemen, want dat is de wijsheid van het aardse bestaan. Uh, maar. Ook de omgevingsfactoren spelen daar een rol in mee. Jij kunt wel heel graag iets willen, in de vorm van uh, uitzuiveringen doen, aan jezelf werken, um, die trillingsenergie verhogen. Maar als jij in een bepaalde situatie zit, qua werk of gezinsleven of wat dan ook, waardoor je dus omlaag getrokken wordt, door welke omstandigheid dan ook, dan kun jij ervoor blijven knokken, maar als het nog niet de tijd is dat jij die shift mag gaan pakken, of die rijdozen aan mag gaan kijken. Dan zul je daar een stagnatie in krijgen. Dus voel vooral oké. Okay, um, er is wat weerstand door je gezin, of door misschien mensen om je heen. Of door uh, gezondheid of wat dan ook. Kijk tot waar jij wel zou kunnen um, gaan qua ontwikkeling. En ga niet over die grens heen. Want die grens ligt er om jou te bewaken. Um, ga je over die grens heen. Als zijn het waarschijnlijk eh, externe factoren die dit veroorzaken. Dan kom je wel weer even met de neus op de feiten gedrukt. Dus het is belangrijk om de wijsheid die jij tot nu toe hebt gekregen ook tot je te nemen. Wijsheid die je dus eventueel van een externe partij krijgt, ook tot je te nemen. Deze te vorm te geven in hoe het voor jou prettig voelt. En hoe jij het in jouw leven kunt integreren. Dit doe je door middel van eigenlijk een nieuwe script te schrijven voor jouw leven. Oké, okay, ik wil graag toch naar die overkant toe. Maar daarvoor is het belangrijk dat ik wel bepaalde stappen iets rustiger ga zetten. Als waar ik misschien ja, qua snelheid zelf zou willen. En dat komt misschien door. Um, dat ik te veel voor mijn kinderen zorg. Of dat je misschien te veel op het werk uh, de, de focus legt. Hè? Dat je zegt. Van ja, eigenlijk wil ik wel graag een keer mijn vakantietijd uh, of vakantieuren opnemen. Maar het is nou druk op het werk. En uh, ik weet je, je bent meer bezig. Wat anderen dan nog moeten doen. Als jij het vindt dat jij het waard bent op dat moment op vakantie te gaan. En in jouw cao of in jouw contract staat, dat jij op elk gewenst moment je vakantie in kunt plannen... en het gaat volgens de planner op het werk ook mogelijk zijn... wat let jou dan om weer bezig te zijn... met wat een ander dan zou moeten doen als jij op vakantie bent? Als een ander vakantie heeft... denken ze ook niet naar wat jij moet doen voor hen... Um, om het werk rond te krijgen... En daar zit jouw clue. Daar zit een bepaalde stroming die jij in mag gaan zien. Maar we pakken er nog eens wat kaarten bij. Oeh. Deze komen op kop. Moeten die op kop? Nee, oké. Okay. We krijgen de zes van zwaarden. De, de ridder van zwaarden. De paasje van staven. En de paasje van zwaarden. Weer de paasje van zwaarden. We hebben veel paasje-energie, dus veel... Leerlessen, maar ook wel dat je geïnspireerd bent om het nu door te pakken. Voor sommigen kan het zijn dat jij afstand gaat nemen van je baan of job, of hetgeen waardoor bijvoorbeeld jouw stagnatie tot stand kan blijven houden of blijft. Even kijken of het zo nog in beeld ligt. Even zo. Voor sommigen kan het zijn dat je dus nu ook echt uh, bepaalde um, stukken achter je gaat laten in de vorm van: oké, okay, ik heb een bepaald contract bijvoorbeeld op mijn werk, maar mijn takenpakket is veel uitgebreider als wat er in het contract staat. Dus waarom wil ik dan elke keer meer blijven doen? Of er wordt meer aan mij ge. Of van mij verwacht als dat ik eigenlijk hoef te doen. Dit komt omdat jij eigenlijk te vaak toe hebt gegeven aan het feit. Oh nee, dat doe ik er wel even bij. Maar nu voel ik wel dat je daar een grens in gaat bepalen en dat je ook vanuit passie gaat voelen van: oké, okay, dit is voor mij bestemd. Hier voel ik mij geprettigd bij en ik maak daar ook een beslissing of een keuze in. Om toch weer in die koning van het munten. Positie te komen. Bij het andere dek zagen we natuurlijk hier ook al de Koning van Munten. Dus het is nu aan jou om een bepaalde uitzuivering te doen, wat te maken heeft met voor jezelf kiezen. Te maken heeft met ook nee durven zeggen of um, niet alles aan te grijpen wat op dit moment nodig is om te doen. Want je hebt ruimte om die nieuwe bekers hier achter je aan te gaan grijpen. Alleen ben je nog te veel bezig met wat er voor je ligt. Nu is het hier dat deze Traveler eigenlijk in het Nu leeft. Die is niet bezig met wat er achter haar ligt. Die is niet bezig met wat er voor haar ligt. Maar wat, wat pleziert mij nu? Wat verwarmt mij nu? En als je dan gaat ontdekken van oké, okay, dit verwarmt mijn hart. En daar wil ik op door. Dan zul je die spiraal naar boven terecht gaan komen. Heb je zoiets van, oké, okay, maar dit, ja, maar dat, dit weerhoudt mij, maar uh, ik heb er geen tijd voor, ik ben moe, ik heb pijn. Alles kan zijn hè, in jouw leven en ik ben niet iemand die daarover gaat oordelen. Maar je mag voelen, zijn al die maagtjes wel reëel? Of is dit een bepaalde, ja, energie die jij zelf neerlegt? Om ergens niet doorheen te gaan of iets, die nieuwe richting uit te gaan. De stabiliteit ligt hier. Je hebt hier de spirituele ontwikkeling liggen. Je krijgt de aas van zwaarden. Veel luchtenergie wel. Dus het is wel zo dat er nieuwe ideeën gaan komen. Nieuwe momenten gaan er komen. Nieuwe handreikingen gaan er komen. Maar wel belangrijk dus dat je ook inziet van oké, okay, dit laat ik los en dit... Is niet meer nodig. Ik pak nog wat kaarten bij de vijf van bevers. Oké. Okay. Hermit positie aan de onderzijde. De toren en de ridder van staven. Dus waar, in welke positie jij de komende periode gaat komen. Is een positie van oké. Okay, ga leren omgaan met um, eventueel beperkingen. Hè, in welke, wat ik al zei. Misschien je gezin. Misschien op het werk. Misschien... Um, uh, dat je geen ruimte neemt voor jezelf om een paar dagen vrij te nemen, of dat je in dat nieuwe ja, stukje wil stappen waarbij je het oude achter je gaat laten. Ga je er zelf niks in stappen ondernemen, dan gaat het universum ingrijpen en dan kan het een torenmoment worden, waardoor jouw passie eigenlijk aangewakkerd gaat worden. Intuïtief voel je het al aan. Innerlijk voel je al heel veel dingen aan, maar nu is het belangrijk dat je ook uit die positie gaat stappen en jouw eigen stukken gaat doorlopen. En of dat je nu dan uh, een gezin bent waardoor jij minder ruimte voor jezelf krijgt. Je kunt ruimte creëren, je kunt in je agenda, uh, wat al is het maar een uurtje per week, uh, je agenda blokken. Doe dit dan ook gewoon. En in dat tijdstuk, bestek waar jij jouw agenda hebt geblokt, dan ook echt aan jezelf besteden. Niet aan een ander, je telefoon uitschakelen bijvoorbeeld. Maar dan ook echt zeggen: Oké, okay, dit doe ik voor mezelf. Dit ben ik waard en hier ga ik voor. Ik pak als laatste nog een affirmatiekaartje voor jullie. Oh, hij komt er al uit. Liefde, ik doe waar jij blij van wordt. Of liefde is doen waar jij blij van wordt. Dus waar word jij blij van, niet een ander, maar jij. En als je dat hebt ontdekt, dan zul je ook merken welke richting jij kunt creëren en dat het ja maar eigenlijk ontkoppeld kan worden, zodat jij ook naar die vernieuwing mag gaan. En we zien hier best wel veel paarsjes liggen. Dus er gaat op elk vlak wel een nieuwe mogelijkheid. Komen. Het enige wat hier niet ligt is de paasje van bekers, maar voor de rest ligt er eigenlijk alles. En daarmee kun je ook merken van oké, okay, ik heb de ruimte weer, of in ieder geval dit is jouw reading natuurlijk, jij hebt de ruimte weer om te doen waar jij gelukkig van wordt. En al is dat nu door welke situatie in jouw aardse bestaan wat lastiger, probeer dan die agenda te blokken, probeer dan een tijdstip voor jezelf te bepalen van oké. Okay, ik bak er nu mijn eigen tijd in. Hou je van hobby, knutselen of iets anders doen en kom je er gewoon niet aan toe? Bak er dat tijdstukje dan in en ga dit dan ook doen. En dan zal ik ervan overtuigd zijn dat jij meer ruimte gaat krijgen, meer boodschappen door gaat krijgen, waardoor je dus nieuwe inzichten tot je kunt nemen en nieuwe stappen op het nieuwe pad ook verder voort gaat zetten. Lieve stier, dit was voor nu jullie reading voor mei 2024. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw reading is. En dan ben ik weer terug met een andere reading zometeen. Doei doei!